Ik ben Willem de Bruin. Ik heb hier al vanaf 1983 mijn duivenhobby die ik vol kan beoefenen. De laatste 7 jaar komt Wieber de Vreeling elke dag na zijn werk een uurtje hier om te helpen en nog gezellig over duiven te praten en koffie te drinken. En daar heb ik heel veel steun aan de laatste tijd. In 1983, nadat ik een praktijk opgestart had als tandarts, ben ik hier gaan wonen en heb ik de duivensport wat serieuzer aangepakt. En dat resulteerde in vanaf 1989 al 4 keer de beste liefhebber in diverse competities van Nederland. Vele aasduiven. Ik denk dat ik misschien 4 of 5 keer niet bij een huldiging van de nationale kampioenen ben geweest vanaf die tijd. En de laatste jaren ben ik outstanding nationaal met de jonge duiven. Dat is niet zomaar. Van nature kan ik makkelijk met jonge duiven spelen. Dat had ik als kind al. Duivinnen gaat ook goed. Doffers zijn wat autonomer. Daar heb ik wat minder grip op. Maar de jonge duiven heb ik de laatste jaren wel een heel goed systeem ontwikkeld. Waardoor de kwaliteit al makkelijk naar voren kan komen. Het is nu 30 januari en de kweek is volop bezig. De 4e ronde wordt nu gelegd bij de beste duiven. En de 1e ronde ligt nu in hun broedschotels op de bodem van het hok. We hebben de afgelopen dagen 6 tot 7 graden vorst gehad. Maar dat deert de jongen die bij elkaar in de schotel kruipen totaal niet. Ze liggen meestal met 3 of 4 in de schotel. Er wordt hier absoluut niks afgeschermd. Als de wind erin staat, staat de wind erin. Weerstand opbouwen, dat doe je als jong. Dat is met kinderen zo. Als ze naar de kleuterschool gaan, dan krijgen ze allemaal snottenbellen en snotneuzen om de 14 dagen. En dat noem ik niet ziek worden, maar dat noem ik weerstand opbouwen. Ik zet de jongen altijd met 14 dagen af. Dan maak ik de broedbakken schoon, dan zet ik weer een nieuwe schaal in. En dan beginnen de ouders weer aan het volgende nest. En ze zoeken dan ook niet de mogelijkheid om een andere broedbak te kannibaliseren. Het voordeel van de jongen op de grond is dat ze door alle duiven gevoerd worden. En ook jongen die eventueel wat minder goed opkomen omdat de ouders wat fel vocht toedienen. Die worden door alle oude duiven op de bodem van het hok goed gevoerd en die zijn met z'n 24 dagen allemaal geschikt om gespeend te worden. De hokken staan allemaal dag en nacht open. Er wordt hier alleen maar geïsoleerd met gaas. Er wordt niks gedaan met ramen dicht of verwarming. Alles wordt hier puur natuur en alles staat hier voor een strenge selectie op gezondheid. Ik vind dat een postduif van nature en knetterharde gezondheid moet hebben en zeker zoals die in de auto moet zitten naar de losplaats krijgt zo'n duif veel kiemdruk van andere duiven en ze moeten van nature een hele goede weerstand hebben en dat begint al met de kweek. Ik kweek heel veel, vooral uit mijn beste duiven, zodat ik zoveel mogelijk kans heb op een goede duif. Ik begin ze heel snel af te richten. Ik heb ze nadat ik ze gespeend heb al een paar maanden Colinol van DHP over het voer gedaan of Roni van Comet. En dat doe ik om te zorgen dat het darmmilieu zo snel mogelijk een volwassen stadium heeft bereikt, waardoor er minder problemen zijn met de jonge duivenziektes. De laatste jaren heb ik daar bijna geen problemen mee. Ik begin ze heel snel af te richten. Ik doe dat heel vaak, als kan, elke dag. En tot maximaal 10 kilometer. Het duurt soms 15 tot 20 keer voordat ze begrijpen wat ze echt moeten doen. En dat is in mijn optiek de mandheid als een speer naar huis. Niet 1 keer ronddraaien, mand open, eruit, hup naar huis.
Het voordeel daarvan is dat de eerste jonge duiven vluchten, wanneer die duiven met misschien 10 of 20.000 duiven tegelijk gelost worden, mijn duiven direct de klad verlaten. En zodat ik de eerste vluchten wel 1 tot 10 of 1 tot 15 met tegen 4.000 duiven kan spelen. Met twee nachten mand wordt het wat minder. Dan gaat de kwaliteit en de gezondheid van de duif die gaat een grotere rol spelen. En ook de motivatie. Maar ook dat gaat me de laatste jaren heel goed af. Vooral omdat ik van begin af aan heel erg duidelijk de duiven laat weten wat ik van ze verlang. Ik speel de jonge duiven in één hok. Er zitten 200 duiven, speel ik af op een hok van 3x6. Dat in 4 compartimenten verdeeld is, die allemaal met elkaar verbonden zijn. De duiven hebben het dus erg gezellig. En als er al eens een keer een jong wegblijft, dan zullen ze altijd wel weer een ander vriendje kunnen vinden in een naastgelegen compartiment, zodat ze zichzelf motiveren. Ik doe daar helemaal niets aan. Eieren die gelegd worden, die haal ik gelijk weg. Ik breng ze ook niet op nest. En pas een week of 4, 5 voor de laatste vlucht doe ik de duiven scheiden door middel van de schuifdeur. Ze trainen dan makkelijker en dan worden de jonge duiven ook de laatste jaren niet, maar vanaf volgend jaar wel weer belicht. Waardoor de hormonen gaan werken en de duiven wel heel erg makkelijk met elkaar aan willen paren. Waardoor de trainingslust wel verdwijnt. En dat is ook de reden waarom ik de jonge duiven dan de laatste weken op de deur speel. Waardoor de jonge doffers en de oude doffers tegelijk kunnen trainen. En de jonge devinnen samen met de oude devinnen kunnen trainen. Zodat het me niet meer tijd op een dag kost. En de trainingslust rond het huis toch wel hoger is dan wanneer ik ze bij elkaar zou laten. En dat gaat elk jaar tot tevredenheid. Ik had in verschillende nationale competities had ik veel jonge aasduiven. Mijn beste was de 672. Die komt uit een doffer die al 9 jaar oud is. En de devin is een ex-vliegduivin van 3 jaar oud. Ze komen allemaal wel uit heel goed soort. Ik had zo'n goed seizoen met de jonge duiven dat ik hier in het samenspel bij de eerste 25 jonge duiven, aasduiven, er 22 van mij waren. Dus de een was niet veel beter dan de ander. Alleen voor de eisen van de ene competitie is de een beter en voor de eisen van de andere competitie is de ander weer beter. Want de aasduif in het samenspel die komt niet bij de eerste 10 aasduiven in de nationale competities. De tweede aasduif in het samenspel, dat was de 672. En die is in alle landelijke competities en bij de NPO en bij de allerbeste en bij PIPA als eerste tevoorschijn gekomen. Nou, dit is de duif die me zoveel glorie heeft toegebracht dit jaar. De 672 van 23. Ze is eerste bij de NPO, eerste bij de PIPA-ranking en eerste bij de allerbeste. Het is een flinke duivin met een prachtige vleugel, een goede verspringing. Ze is heel goed in balans en ze heeft een bijna een dofferkop, maar het is echt een devin, want ze moet nu voor de tweede keer leggen. Het was voor de rest in het hok een onopvallende devin. Ze viel niet op door een paar lustig gedrag naar mij of met een andere, of met een doffer of met een devin. Gewoon helemaal op zichzelf. En dit is het hok waar ze op gevlogen heeft. Een spoednik en een klep waar ze opvallen en waar ze gelijk op geconstateerd worden. Zo is het hok het hele jaar open. Gaas ervoor, geen windbreekgaas, want dat houdt veel te veel tegen, vooral als er wat duivenstof in zit. De helft van het plafond is open en daarboven heb ik luchtpijpen van die de lucht via een ventilator afvoeren. Dus het hele jaar door staan die ventilatoren aan en het hele jaar door, behalve tijdens de verduistering, zijn de ramen open. En of de wind nou erin komt of eruit komt, het maakt allemaal niks uit. Die duiven zijn van nature hartstikke gezond. We hebben nog nooit een geelkuur gehad en ornithose, daar hoeven ze niet heel te kuren. Zo makkelijk is het.
de eerste Olympiadeduif. Die heeft wat minder prijzen, maar wel meer kopprijzen die geschikt waren voor de ranking van de Olympiade. En die komt wel uit erkende kwekers. Daar komen meer nationale aasduiven uit voort. Zelf haar neef is de eerste allround duif van België bij Erik Limburg. Dus daar is de afkomst wel heel bijzonder van. Die 672 was niet gepaard, niet ook op mij erg gericht, maar bleef het heel erg goed doen. Maar ik heb geen bijzondere kenmerken of gedrag gemerkt van die duivin. Mijn grote wens is dat ik me nog kan amuseren met mijn duiven. Ik word nu 75 en het allesomvattende van in alle disciplines en elke week de beste willen zijn, dat wil ik achter me laten. Ik wil weer genieten van mijn duiven, of blijven genieten van mijn duiven, als toen ik 14 jaar was. En dat ik uit school kwam en lekker naar mijn duiven ging en dan heerlijk van mijn duiven genieten. Dat hoop ik nog te doen en te mogen beleven. Vandaan. Met die jonge duiven toe begon dan, hè? De eerste jonge duiven. Toen speelde ik geloof ik twee keer de eerste in de kring. Ja, en toen wist ik al genoeg van, ja, dit zijn de goede duiven. Ik denk dat inderdaad wel een verschil is met veel andere liefhebbers. Wij hebben gewoon de lat heel hoog liggen. En het gaat met name om kopprijzen natuurlijk.